Veel mensen vragen zich af waarom dat nou eigenlijk de Brabantse Olijfberg de naam is van de protestantse kerk. Wat heeft dat nu met de Olijfberg te maken? Om dat te begrijpen moet je eigenlijk teruggaan naar de tijd dat protestantisme nog verboden was in Antwerpen. Dat wil zeggen, na 1585, de val van Antwerpen, was het niet meer toegestaan om openlijk de protestantse eredienst toe te zijn gedaan. En daarom dat dus de groep mensen die overbleef naar de Vrede van Münster 1648 ondergronds ging en een geheim kerkgenootschap vormde dat getolereerd gedoogd werd. En die gaf zichzelf een schuilnaam. Dat wil zeggen, die noemde zich naar een Bijbelse plek, de Olijfberg, waar Jezus veel geleden had. Zij waren een kerk onder het kruis, zoals dat heette. En er waren twee van die plekken in Vlaanderen. Je had de Brabantse Olijfberg, die op in het geheim samenkwamen in Antwerpen. En je had de Vlaamse Olijfberg. En dan moet u denken aan de regio van Gent en de bossen rond Maria Horenbeke van de Geuzen. Dat waren de twee plekken waar protestanten in het geheim samenkwamen. Dat wil zeggen sluiksamelingen hielden. Die oogluikend werden toegestaan omdat het toch maar om 40, 50, 60 mensen ging. Die kwamen aan huis van iemand bij elkaar, daar werd het woord bediend, daar werden de sacramenten bediend, daar werd gedoopt en daar werd af en toe ook het avondmaal gevierd, de protestantse variant van de communie. Dat was natuurlijk bij degenen die een wat groter huis hadden. Bijvoorbeeld bij de schilder Jacob Jordaens, of Jacques Jordaens moet je tegenwoordig zeggen, die een huis had aan de Hoogstraat en de Reinderstraat met ateliers en vanaf 1674 werd er geregeld bij hem aan huis de eredienst gehouden met een avondmaalsviering. Die naam, de Brabantse Olijfberg, was de codenaam van de kerk. En in Nederland waren er twee provincies, Holland en Zeeland, die financieel deze gemeenschap ondersteunden. En die ook zorgden dat er predikanten waren die zich in Antwerpen bevonden en die een ander beroep uitoefenden officieel dan predikant te zijn. Tot Napoleon kwam, heeft die gemeenschap bestaan. Dus een kleine 150 jaar, altijd klein. Maar dan uit respect voor die periode heeft de gemeenschap zichzelf de Brabantse Olijfberg genoemd. Toen zij vanaf 1821 zijn eigen kerkgebouw, dit kerkgebouw dus, had en de gewone erediensten hier begonnen.